Dit is nieuwsuitzending nummer 135 en die gaat over tweede kerstdag en over sodomie. Dat is een vreemde combinatie, vind ik zelf hoor. Maar goed, alles is mogelijk. Het is dus tweede kerstdag geweest, het is nu derde kerstdag, dus in feite is het echt nieuws. We zitten derde kerstdag. En gisteren was ik dus in Almere. En daar rij je zo naartoe vanuit mij. Naar mijn moeder. En daar hebben wij een geweldig feest gehad. Het kwam erop neer dat men ging 's middags naar de bioscoop. Uiterlijk 1:15 aanwezig zijn. En om 9:30, 9:15 's avonds was ik weer thuis. Hele mooie route hoor. Zegt, heb je hele mooie, vooral hier daarboven. Een beetje proberen aan te wijzen. Hier heb je hele mooie, en dit stuk is ook heel mooi. En ja, de A30 ook hoor. Dat is echt niet stom. En de A12 zijn hele mooie bospartijen. Dus het is wel genieten om even te rijden en dan s'avonds weer terug. En s'avonds kan je niet zoveel zien, maar wow. Is ook alweer leuk. En mooie bochten. Deze bocht vind ik erg lekker. Even inzoomen. Ik zal er vast wel op. Hier, ja, dit ding. Deze. Hoppa, die baan. Deze baan. Kan je lekker doorscheuren, man. En meer van die leuke stukjes, hoor. Hierboven zit er ook. Ah, dat is niet zo heel belangrijk. Mijn dochter, die wilde dus wel naar de film. De Star Wars dinges. De laatste. Rogue heet die voor mij. Rogue. Ah, ze vonden het best wel een aardige uitvoering. Wel was ze tot haar eigen schaamte in slaap gevallen. En dan moest ik een beetje om gniffelen. Dan denk ik, ja, dat is mijn dochter. Die denkt ook van, puf puf, nou. Nou, dan kregen we echt ontzettend lekker eten. Mijn schoonzus die had stoofpeertjes gemaakt. En die had ze gewoon meegenomen. Mijn stiefvader die had de koffie zoals gebruikelijk geweldig verzorgd. Ik heb ontzettend lekkere koffie gehad. En mijn moeder had echt in de bus geblazen. Met spruitjes voor mijn kind. Want mijn kind houdt dus wel van spruitjes. En dan spruitjes met spekjes. Was bloemkool met broccoli. En allemaal lekkere dingen erop. Lekkere uitjes. En een ongelooflijke, smakelijke, geurige aardappelpuree. En dan daarbij een goed gestoofde bœuf bourguignon. Met een geweldig aroma. En dat paste ongelooflijk goed bij die aardappelpuree. Dus allemaal hunky-dory. Nou, toen was het eten voorbij. Oh, er kwam nog een toetje, maar ik doe geen toetje. Dus ik weet niet hoe dat toetje gesmaakt heeft. Past niet zo bij mij. En toen kwamen de iPhone'tjes tevoorschijn. De koffie komt eraan. Dus iedereen aan de iPhone. Ja, en waar ga je het dan over hebben? Ja, het maakte mij allemaal niet uit. Want ik weet gewoon dat als ik bij mijn moeder, of überhaupt als ik in gezelschap ben. Ik heb het inmiddels wel geleerd, beste mensen. Ik wou wel gewoon op internet. En in gezelschap hou ik mijn mond. Een scheiding tussen werk en privé, zou ik maar zeggen. Dus ik heb gewoon netjes mijn mond gehouden de hele tijd. En toen kwamen de iPhones naar voren. En ik zit gewoon te luisteren. Nou, wat gaat iedereen dan doen? Nou, dat ging over transseksuelen. Nou, een transseksueel, dat is iemand die laat zijn lichaam verbouwen. Ja, die ken ik. En als je het leven ziet als een spel. Sommige mensen zien het leven als een spel. Hè? Dat het eigenlijk een computersimulatie is of zo. Maar in dat kader. Is het niet verstandig om je lichaam te laten verbouwen. Beter neem je gewoon genoegen met je lichaam. En doe je het ermee. Dat heb ik gezegd. Of woorden van gelijke strekking. Het is niet, waarom zou je dat doen?
waar haal je het lef vandaan? En dan bedoel ik echt lef. Ze zeggen wel eens, leven is het meervoud van lef. Ja, maar het is lef, hè, om je lichaam te laten verbouwen. Al doe je het maar met pillen. Hè? Dan eens even heel even kijken, want ik ben even afgedwaald. Dit is niet precies waar ik was. Dit klopt niet helemaal. Je hebt hier dan zo, dit klopt wel. Dit is ook een ontzettend lekkere bocht. Dan heb je hier die A6. Maar dan ga ik niet daar naartoe. Nee, dat doe ik de andere kant op. Maar dat maakt ook helemaal geen donder uit. Dat was hier ergens. We zien zo dadelijk wel een beter blik. Want waar gingen we nou naartoe? Dat was hier naartoe. Oh ja, en hier kwamen we vandaan. Hier woon ik dan ergens, hieronder. Die kan me zo vinden, Rodeburgstraat. En mijn dochter die zit dan hier in de Spijkerstraat. Eindje te voor. En hier waren ze dus na de film. En daar dus, ergens, daar zaten we te discussiëren over die transseksuelen. En toen werd ik uitgemaakt voor een gelovige. En mijn punt daarbij is, waarin geloof ik dan? Er wordt mij verweten dat je niet zomaar een mes moet zetten in je, of laten zetten. Het is een vorm van automutilatie. En toen was er iemand en die zei, ja, die mensen hebben misschien een negatief zelfbeeld. En toen dacht ik, halleluja, prijs de Heer. Dus toen was het toch nog een, het liep allemaal goed af. En dat zal misschien ook best wel zo zijn, hè? Dat die mensen een slecht zelfbeeld hebben. En dan denken ze van, ja, er is iets mis met mij. Ja, misschien is er wel helemaal niks mis met jou. Zoals Jean-Paul Sartre zei. En zo ga je trouwens zo. Hè? Dan moet je hier, dit is ook een lekkere bocht trouwens. Nou, dan reden we dus terug, ik en mijn dochter. En wij zwijgen altijd vaker dan dat we praten. Altijd een beetje van, mooi. Moet je hier die brug over en dan zeg ik hier meestal tegen mijn dochter van, kijk eens daar naartoe. Want dan gaat de zon net onder of zo. Maar dat was toen niet hoor, want toen we teruggingen was het donker. Dan heb je hier al die windmolens. Nou, hij is helemaal laag. En ik maak mijn dochter zo lekker rustig. En dan zei ik tegen mijn dochter, dat ik, en dan moet je hier de A1 op. Ja, dit doe ik, pak altijd de A1. Dan zei ik tegen mijn dochter, ik vond het beledigend dat ik primitief genoemd werd. Primitief, dat betekent een soort aap. Een primaat, zie je? Oh, jij denkt niet modern. Modern is dat als je wat wil, dan bel je de dokter en dan zeg je, zet het mes erin. Ja. En ik ben primitief. Moet je hier met de A30 omlaag? Ben je bij Barneveld, er zit een goede sauna. Echt een toffe sauna met een buitendinges erbij en zo. Lekker hoor. De A30 omlaag. En mijn dochter zo. En dat was niet hier, denk ik, dat ze dat zei. Waar de A30 helemaal af. Dan ga je hier eroverheen, want dit is ook een leuke weg. Langs Veldhuizen. Maar ik pak dan dus meestal gewoon weer de A12 terug. En dan heb je hier de lekkere bocht. En er heeft ergens hier zijn mijn dochter, toen had ik het ongeveer gezegd. Zei ze, ja, pa, ik snap dat het niet zo geinig was voor je. Ik vind het niet leuk om uitgemaakt te worden voor een primaat, terwijl ik alleen maar stilsta bij het feit dat je niet zomaar moet beslissen om het mes te laten zetten in je eigen lichaam. Laat staan dat je het zelf doet. Maar waar is dat nou voor nodig? Hè? Als je toch denkt van ik wil de pijp uit, ja, word dan een zelfmoordterrorist. Ga iets gevaarlijks doen.
maar offer jezelf op voor iets goeds. En een beetje van de brug afspringen of weet ik veel wat voor gekke dingen gaan doen. Wat hebben wij eraan? Wij de nog levenden. Eén strijder minder? Is dat het antwoord? Ik dwaal niet af, hè? Want dat is sodomie. En heb je dus hier, dan moet je al hier ervan afwort. En dan heb je dus de Apeldoornse weg. En dan moet je echt. En dan moet je hier. Welke weg pak je dan ook weer, weet ik ook niet precies. Maar dan kom je dus daar ongeveer uit. Dat heb ik weer afgezet. Zij weer veilig thuis. En mijn dochter is rustig. Dus de hele kerstdag, ik heb daar 7 uur verbleven. En dan moet ik ook nog. Dat is helemaal verschrikkelijk. Want ik ben dus niet zo rijk, snap je? En hier woon ik ongeveer. En dan moet ik dus helemaal daar naartoe lopen. Kijk, dan heb je hier Sugar Hill. Dan loop ik dus helemaal, woep, hier zit het restaurant. En staat dus, daar staat mijn auto. Ja, de auto die ik mag gebruiken. Dat is een half uur lopen, man. Ook weer teruggelopen. En dan, als je dan terugloopt, kan ik iedereen adviseren. Langs deze weg. Dan kom je langs de paardenslager. Hier zo, Klarendalseweg. Ja, Klarendalseweg, daar zit Sugar Hill. Dan heb je hier ergens de paardenslager. Daar heb ik een paardenbiefstuk gehaald. En dan komt die energie van dat paard, dat komt in mij. Want ik ben ook een paard. Ik moet ook alsmaar toem, 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 toem. En Sinterklaasje dragen. Ik ben het paard van Sinterklaasje. Ja, dat was al met al de beste mooie tweede kerstdag hoor. Ik ga nog een vervolg maken. Op deze dag. Maar dat komt dus de volgende keer. En dat wordt nieuwsuitzending 136. En op zijn hamburgers zeg ik tjus. Dag lieverds.